Op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Zeg eens A, zeg eens A. Ik heb vlekken voor mijn ogen, tepelkloven van het zogen. En ik plas de laatste tijd wel heel erg veel. Is er soms iets met mijn nieren? Zijn het schilden van de kleren? Dokter, kijk eens naar mijn buik. Heb ik soms iets aan mijn longen? Is die ader soms gesprongen? En ik ruik de laatste tijd niets als ik ruik. Zeg eens A, zeg eens A. Heb ik suiker of is het kaas? En waarom kwijl ik als ik zever? Ik heb heel wat op mijn lever. Zeg eens A, zeg eens A, zeg eens A. Zeg eens A. En toch weet ik het niet hoor. Ik weet het niet. Ik weet het. Maar dat jij het niet weet. Ik word er hartstikke stapel met chokken van. Je zal toch eindelijk eens een beslissing moeten nemen, Mientje? Gaan we naar de Angel in Ecuador of naar Reza op de Filipijnen? Over 3 weken moeten we weg. Ja, dat weet ik wel, maar ik weet het niet. Nou, zit er maar 1 ding op. Kruis of munt gooien. Ben jij nou helemaal gek? Zo ga je er niet om met het geluk van je kinderen. Mientje. En dat meen ik, hoor. Kom nou eens eindelijk met je 2 benen op de grond staan. Dat gaat toch zo niet langer? Je draait helemaal dol. Ah, wel nee, maar ik heb vannacht weer zo ellendig gedroomd. We zaten heel gezellig op de Filipijnen bij Reza. De ouders waren erbij. Ik had een boterkoekje gebakken. Help onthouden, dit ik eventjes mee halen om een boterkoekje te bakken. Hè? En in ene hoor ik vreselijk huilen. En ik kijk uit het raam en daar staat Angela uit Ecuador. Met hele grote bruine tranenoogjes. En zijn arm is uitgestrekt. Oh, ik werd er bedoeld van. Mientje nou toch, hoe komt Angela uit Ecuador naar de Filipijnen? Die mensen hebben geen cent te makken. Hé, wat kun jij toch ongelooflijk stom dromen, zeg. De Filipijnen konden niet door de bus. Oh, nou, als je over die duvel hebt, een trapje op zijn staart. Trapje op zijn staart? Jij staat er voortdurend op, hé. Op die staart, die arme staart van die duvel. Fijn konen. Oh, kijk eens wat leuk. Wat mooi. Wat een land is dat. Kijk eens eventjes. Nou, zeg, schieten. Oh, nou, Min, laten we nou gewoon de knoop doorhakken. We gaan naar de Filipijnen. Ja. Zit me toch niet zo op te jagen? Op te jagen? Nog 1 keer en ik spring het raam uit, hoor. Ja, nou, geef me dan eerst eventjes die andere post, anders moet ik weer allemaal naar beneden lopen. Ja, hier. Van Foster Parents. Oh. Nou, zeg hoor, nou eens eventjes. Met het oog op de politieke instabiliteit op de Filipijnen raden wij u een reis daarheen ten sterkste af. Hoe vind je dat? Hoera! Gered door de politiek, weg met de Filipijnen! Leven Ecuador! Nou ja, ja. Nou, vooruit dan maar, dan gaan we naar Ecuador. Zo. Ach, ga jij dan eventjes langs het reisbureau en haal even een paar folders. Je hebt toch niks te doen. Moet dat er nou met alle geweld bij? Je hebt toch niks te doen? Heb je wel wat te doen, Dan? Nee. Maar wat zul je dan? Maar ik vind het erg genoeg dat ik niks te doen heb. Dat is je eigen schuld. Je bent gewoon opgehouden met zoeken. Gewoon als je nou opgehouden met zoeken. Ja, nogal logisch. Ik zie mezelf al solliciteren. Dag meneer, ik zou graag een aanmerking komen voor die fijne baan. Nou, dat komt goed uit, Koos. Kan je morgen meteen beginnen. Ja, sorry meneer, ik moet nog eventjes 3 weken hebben op vakantie naar de Filipijnen. We gaan naar Ecuador. Ecuador dan? Wat denk je dat die man zegt? Nou, ik zeg toch helemaal niks. Ik vraag alleen of je even langs het reisbureau gaat. Omdat ik toch niks te doen heb. Nou, je hebt toch ook niks... Ik zal het heel anders zeggen. Koosie, lieveling, ik weet dat je het vreselijk druk hebt, maar zou je misschien proberen willen om een gaatje te vinden om even naar het reisbureau te gaan? Hallo, Edacht. Morgen. Hey, Koos. Je bent er ook vroeg bij. Nou, vroeg. Vroeg is dat ook om 7:30 wat te stijgen? Ja, maar ik bedoel in het café. Wat zal het zijn? Alcoholvrije koffie? Decafé bedoel je? Als je dat bedoelt, zal ik het wel zeggen. Nee, gewoon een bakje koffie. En wat bedoel je nou met alcoholvrij? Zonder cognacje erbij. Zo lust ik er nog wel in. Nou, nee, niet dan maar van mij, hè. Morgen. Morgen. Morgen, meneer. Zal het zijn?
Een alcoholvrij biertje. Zet daar maar een borreltje naast. Hé, hey, heb je nog naar gevraagd? Wat? Oh ja. Nee, sorry. Ja, wat wil je? Alles is tegenwoordig zo duur geworden. Als de mensen wat te klussen hebben, doen ze het liever zelf. Nou, er is er tegenwoordig geen lol meer aan voor de kleine zelfstandigen. Voor de grote zelfstandigen ook niet. Neem me niet kwalijk dat ik me ermee bemoei, maar ik hoor je nou toevallig zo praten. En neem maar van mij aan dat de moeilijkheden van de kleine zelfstandigen kleiner zijn dan die van de grote zelfstandigen. Ja, 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 ja. Maar wat doet hij dan, als ik vraag me? Ik zit in de bouw. Oh, aannemer of zoiets? Of zo, ja. Ik had altijd een heel mooi bedrijf. Altijd hele grote zaken gedaan. Maar tegenwoordig... Ja, ik kan er wel mee praten. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Mm-hmm. En niet omdat ik geen grote opdracht had, hè. Ik barstte ervan. Maar wat is er dan gebeurd? Ik kon geen vakmensen meer vinden. Nergens meer te krijgen. Nou, hoe kan dat nou? Ik zoek mijn rot aan werk en ik kan niks vinden. Ik kan zo bij je beginnen. Nou, dat is dan niet meer nodig. Kijk, ik ben altijd recht door zee geweest. Ja. Dat heb ik nog van mijn vader, was ook altijd recht door zee. Is dus ook verzopen. Ja. Ja, lach maar even uit. Nooit heb ik iets zwart gedaan. Nog nooit één illegaal in dienst gehad. Nou, dat is heel netjes van je, hè? Dankjewel, daar ben ik reuze blij mee. Schenk nog eens in. Ja, een pilsje, Koos? Ja, kleintje. Maar je kent het niet bolwerken. Laat mij je dat nou maar vertellen. Ja, 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 ja. Ik ben vorige week achter elkaar pleiten gegaan. Tss. Ja, dat mag iedereen rustig weten. Ja, ja. Als je in dit land eerlijk bent, dan word je ervoor gestraft. Zeker weten. Ja, 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 ja. Zoiets begint aan je te knagen. Ja. Je begint te kankeren thuis. Ja. En daar kan je vrouw dan op het laatst niet meer tegen. Gisteren heeft ze de koffers gepakt. Nee. Ja, is ze bij onze dochter in Frankrijk ingetrokken. Jee, jee. Ik heb een goeiigheid. Ik zal nog even helpen de koffers achter in de bagageruimte te zetten. Ja. Slaat ze de klep al dicht. Drie vingers gebroken. Jongen, jongen. En vanmorgen krijg ik een naheffing van de belasting in nee, de bus. Nee. Privé. Anderhalve ton. Jongen, jongen. Dat is geen kattenpis. Nee, je zegt dat. Nou, ik stap maar eens op. Sterkte, hè? En reuze bedankt. Bedankt? Waarvoor? Ik voel me nou weer een stuk beter. Maar zo! Nou, maar dit is anders wel een hele overgang, hoor. Hè? Hoe bedoelt u? Nou, je moet ineens heel anders gaan denken. Hoezo? Wat is dan het grote verschil tussen de Filipijnen en Ecuador? Je bent in allebei die landen toch nooit geweest? Nee, maar kijk, ik had zitten denken wat ik allemaal mee zou nemen, hè? En ik had al een leuk jurkje gezien met Maas. Nou, dat kan u toch ook aan in Ecuador? Nee, nee, niet voor mijn eigen. Voor Reisa. Ja, ik had een lijstje gemaakt van allemaal dingetjes voor de... had ik een pop en een jurkie en een theeservies. Ja, maar allemaal dingen voor een meisje natuurlijk. Hè. En nou in één, dan moeten ze allemaal voor een jongetje. Ja, dat verandert de zaak inderdaad. En wat vindt zo'n jochie nou leuk eigenlijk, hè? Ja, voetbal. Altijd goed. Zeker in die Zuid-Amerikaanse landen zijn ze gek op voetballen. Nou, dat vind ik wel een heel goed idee, hoor. Maar ja, kijk, als je nou helemaal in Nederland komt met een bal, dan vindt zo'n kind misschien geen bal aan. Nou, een pak tulpenbollen dan. Nou, dat vind ik een heel goed idee. Ja, speciaal voor zijn moeder. Want kijk, ik heb eens een keer een taart gestuurd met tulpenbollen. Nou, hartstikke leuk. Maar ja, daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om hem niet. Maar daar is hij steeds van dokter van de Poel. Ah, meneer Wijntak. Ja, natuurlijk. De vader van dokter Jon. Ja. Hallo. Hallo. Nee, nee, de verbinding was even slecht. Nee, ik kon hij niet zo goed verstaan. Nee, die is er niet. Nee, hij is visite rijden. Ach. Ach jee, wat vreselijk. Zal ik dokter van de Ploeg even roepen? Dokter, dokter! Hallo? Hallo? Nou, is de verbinding verbroken? Die rattelefoon. Dit was de vader van dokter Jon. Zijn moeder die heeft een ongeluk gehad. Oh jee, ligt ze in het ziekenhuis? Ja, dat kon ik niet verstaan, want die lijn die was zo slecht en die brak af. En dat hebben we wel eens meer, en dan moeten we toch eens naar laten kijken. Maar want dan bel ik John zijn vader wel even terug, want ik heb hier zijn nummer. Maar misschien zijn ze al in het ziekenhuis. Ja,
Misschien, hè, maar in welk ziekenhuis? Ja, misschien bij dokter Lansberg. Bij Hans? Ja. Nou, ze wonen niet eens hier in de stad. Nee, dat zal wel heel erg toevallig zijn. Nee hoor, zoiets kan alleen op de televisie. Nou, geen gehoor. Nou, weet je wat? Kijk wel eventjes in het patiëntenboek waar John zit. Dan bel ik hem daar wel even. Wat is er aan de hand, mevrouwtje? Moeilijkheden? Dat mag u wel zeggen. Oh. Krijgt u me niet aan de praat? Jawel hoor, dat is het niet. Maar waarom hebben jullie de motorkap dan open? Leugentje dan best wil. Als je me niet kwalijk neemt, zonder open motorkap zijn de meeste mannen niet geneigd te stoppen. Oh. Nee, nee. Mijn moeilijkheid is van een geheel ander kaliber. Oh? Ja. Ziet u misschien kans om die deur voor me open te krijgen? Ja, natuurlijk mevrouw. Geef u de sleutel maar. Bediening binnen! Ik was aan het laden. Mijn kleinzoon is gaan studeren in Leiden. Woont op kamers. En heeft oma de televisie- en radio-installatie afgetroggeld. Oh. Nou ja, ik was toch aan een nieuwe toe. Begrijpt ja. u wel? Ja, ik begrijp het natuurlijk. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Ik zet de transistorradio in de wagen. Vloep, hij waait die deur achter me dicht. Oh jee, oh jee, oh jee. Nou, ik zal eens even voor gaan kijken. Nou, die zit goed dicht. Ja, het enige wat erop zit is om een ruitje in te slaan. Wat zegt u? Ja, kijk, dan slaan we dit ruitje in en dan ben je zo bij de knop. Of anders deze ruit, maar ja, die is een stuk duurder. Nee, alsjeblieft niet, zeg. Dit ruitje dan maar. Ik heb nog een ander ideetje. Kijk, mevrouwtje. Grote truc. Ik vergeet mijn sleutel ook wel eens. Kijk. Ik doe hier een klein haakje in, zo. En dat gaat dan door de brievenbus. Zullen de buren wel niet denken? Even zoeken, hoor. Ja, ik heb hem. Ja, en laat me even voorzichtig trekken. Oh, hey. Wat heerlijk. Zo. Oh, dankjewel, dankjewel. Nou, kijk. Even de mat ertussen. Er kan er niks meer gebeuren. Ja. Zal ik u eventjes helpen sjouwen? Ik heb toch niks anders te doen, zou mijn vrouw zeggen. Oh. Ik ben te vertrouwen, hoor. Oh, maar dat bedoelde ik niet. Graag. Ja. Gaat u binnen. Zo. Het ziet er hier goed uit, hè? Hè? Ach, eigenlijk is het veel te groot voor mij alleen. Maar jou gaat dat. Daar. Daar staat het. Oh, nou. Dat is een mooi spul, zeg. Die jongen die mag de handen samenknijpen, hè? Jongen, wat een verwinnerij. Ach ja, daar zijn oma's nu eenmaal voor. Ja. Maar ja, ik heb er toch nog eentje op de slaapkamer staan. Zo vaak kijk ik niet. Oh. Nou, dan zal ik de boel maar even loskoppelen dan. Ja goed, dan ga ik even naar de keuken om mijn sleutel te pakken. Oh ja. Zeg, het spijt me dat ik u niks kan aanbieden. Ik heb echt een beetje haast. Oh, maakt niet door uit. Dat geduvel met die deur. Maakt niet uit. Ik denk op het afstandje. En hierna de cd-speler nog even. Ja. En de boksen. Ik wou dat ik zo'n oma had. Dank u. Alsjeblieft. Zo. Geen mannetje. Met je handen boven je hoofd. En schiet op. Wat krijgen we nou? Wie bent u? Wie bent u? Ik, Koos Dobbelstein. Maar wat doet u hier? Wat ik hier doe? Ik woon hier. Hé? Maar uw moeder zei dat ze hier alleen woonde.
Mijn moeder is al 20 jaar dood. Nou ja, uw moeder dan? Die zit in Australië. Goed geprobeerd, vriendje, maar daar trappen we niet in. Bel de politie. Ja, maar wie is dat dan, die dame die daar buiten staat? Welke dame? Geen dame gezien. Waar is mijn televisie en mijn video? Nou, die heb ik in de auto gezet. Welke auto? Nou, van die... Van... Oh jee. Ik geloof dat ik erin gestonken ben. Dat zou ik denken. Nou, ik zal u alles vertellen hoe het precies gebeurd is. Wacht maar. Vertel dat maar aan de politie. Die kan elk ogenblik hier zijn. Mag ik dan even mijn handen alvast naar beneden doen? Wat blijft hij nou toch? Hij had al lang hier moeten wezen. Bij de laatste patiënt was hij al weg. Hij had hier al lang moeten zijn. Hallo, wat een gedonder zeg. Godzijdank, daar bent u. Ja, wat is er gebeurd? Wat ben je nou al die tijd geweest? Lekker band. En toen ben ik maar meteen langs de garage gereden. Anders zit jij morgen met een lekkere reserveband. Maar je vader heb gebeld. Oh ja? Had hij iets bijzonders? Je moeder. Mevrouw Dobbelsteen, mevrouw Dobbelsteen. Mag ik even? Je moeder John ligt in het ziekenhuis. Je moeder ligt in het ziekenhuis. Ja, maar mevrouw Dobbelsteen kon niet goed verstaan in welk ziekenhuis. Nee, die telefoon was zo slecht. En dat deed ze al een hele tijd, hoor. En die heb ik al gezegd. Ja, weet je, ik heb meteen geprobeerd om je vader terug te bellen. Ja, wacht maar even, mevrouw Dobbelsteen. Ja, weet je, ik heb meteen geprobeerd om je vader terug te bellen. Maar ik heb thuis geen gehoor. Nee, ze zijn op vakantie. Ja, in Paramaribo. Bij mijn tante. Paramaribo. Waar heb ik dat nu? Ja, hoe was het leren bij een tante van... Ik kon niet verslaan. Mag ik? Ja, natuurlijk. Hallo. Wat is er aan de hand? Hij belt met Paramaribo. Oh? Ja, zijn moeder ligt in het ziekenhuis. Ach nee. Ja, tante met mij. Is pa daar? Sam, nog steeds. Oei, oei, oei. Ja, ja nee, ik moet het dan eerst overleggen met die mensen hier. Ja, ja nee, ik begreep het. Kijk, luister, als pa belt, als pa komt, laat hij me meteen bellen. Laat hij me meteen bellen. Nee, ik blijf hier. Oké, sterkte. Ze ligt in coma. Oh. Het schijnt nogal ernstig te zijn. Oh, lieverd. Ja. O, schat, dat verschrikkelijk. Nou, je moet er meteen naartoe. Ja? Ja, eigenlijk wel, hè. Dat zei tante Riet ook al. Maar ja... Kan jou toch niet zomaar in de steek laten? Ach, wat, natuurlijk wel. Nou, maak je over mij nog maar geen zorgen. Hé, hey, ik ga meteen bellen voor een ticket. Jeetje, zeg, dit overvalt me nou. Dat komt dan toch goed uit. Hè, wat? Dat ik tenminste nog je reserveband heb laten plakken. Oh. Ik was net bezig die toren los te koppelen, toen kwamen ze binnen, ik zweer het je. Dat is een mooi verhaal, dat moet ik zeggen. Het is waar! Hoe zag ze eruit? Ja, hoe zag ze eruit? Wel knap, met een hoedje op. Keurige verschijning. Is u nog iets speciaals opgevallen aan die auto bijvoorbeeld? Nou, nee, het is een blauwe auto. Ja, het kenteken JK69BV of omgekeerd. Nou, heeft tenminste iets om naar uit te kijken. Ja, kan ik nou gaan? Straks. We gaan eerst even een paar dingen uittrekken. Kan ik even mijn vrouw bellen om te zeggen waar ik blijf? Het is nog niet zeker dat u moet blijven, hoor. Nou, waar ik zit dan? Zitten? Is nog helemaal niet aan de orde. Maar, ja, besodemieter je me nou? Jazeker. Jij mij toch ook? Nee! Oh, mevrouw Dobbelsteen, mag deze er nog even bij? Ja hoor, leg me neer. Oh, dank u wel hoor, wat bent u toch een schat, hè? Ah, ja, wat een onzin. Ah, die arme dokter Jan, ik heb zo weten te doen. Dag, mevrouw Dobbelsteen. Heb je al gehoord van de moeder van dokter Jan? Ja, ja, dat is heel naar. Dat wordt voor jou ook flink aanpoten, lieve. Ach, nou, dat valt wel mee, hoor. Ik heb mevrouw Dobbelsteen. Ja, nou, we redden het samen wel, hè? Met het huis van dokter Van der Ploeg? Hé, hey, ja, Koos. Ja, momentje, komt ze. Mevrouw Dobbelsteen is voor u, Koos. Ja, nou. Geef dat maar hier, kan dat meteen de koffer in. Zo. Ja, met mij? Nee, jij moet even naar mij luisteren. Moet je horen. Ik kom vandaag een beetje later thuis, een uurtje ongeveer. Want de moeder van dokter Jan die ligt in het ziekenhuis en die moet morgen om 9 uur naar Paramaribo. Nee, dokter Jan. Nee, moet je horen? Nee, niet nu, zeg ik. Zet eventjes de aardappelen op, hè? Ja, doei! Zo. Kijk, nou wat? Moeilijkheden? Nee, maar die ga ik nou wel even maken. Mag ik eerst even? Met Jan. Oh, mooi.
Nee, goed. Zal ik doen. Hoi. Nou, meneer Dobbelsteen, gefeliciteerd hoor. Hoezo? Dankzij uw tip van het nummerbord hebben we er te pakken. Oh! Het is nou bekende van ons. Als u nog eventjes wacht, dan kunt u er identificeren. Ze brengen hem mee naar het bureau. Fantastisch! Mag ik dan even bellen? Ga je gewoon? Ja, Wim met Koos. Nee, Mien hoeven we niet meer te hebben. Nee, luister, ik zit op het politiebureau. Wat? Op het politiebureau? Nee, ik luister. De reservesleuteltjes van de auto. En waar staat die dan? Oh. Hoe kom jij in hemelsnaam op het politiebureau? Wat? Nou ja, wat ben je toch een stomme boerendinges? Ja, dat vind ik, ja. Ik zit hier tot mijn oren in het werk en... Nou ja, goed, oké, vertel maar. Wat is er aan de hand? Oh, Koos is gearresteerd. Hè? Ach, nee toch, waarvoor? Nou, een inbraak, maar het is geregeld hoor. Hij blijkt onschuldig te zijn. Spannend. Nou ja, goed. Kom ik je wel halen. Gegroet. Zo, hé. Ik moet Koos halen op het politiebureau. Een misverstand. Maar wat voor misverstand is er dan? Ja, dat weet ik niet hoor, maar ik mag hem komen halen. Oh, wat een toestand allemaal weer, hè. Moet ik eerst naar huis, moet ik de reservesleuteltjes halen, moet ik naar de auto. Oh, jee, en ik moet al die was nog wegstrijken. Nou, ik weet echt niet hoe dit moet worden. Nee, dat is onzin, want het wasje dat strijk ik even. Het is tenslotte mijn vriend. Maak u zich over ons nou maar geen zorgen, mevrouw Dobbelsteen. Ga nou maar gauw die arme Koos bevrijden. Ja, nou, ja. Oh, wat een narigheid allemaal. Neem me niet kwalijk, dokter, maar zie ik u nog? Nou, denk het niet, mevrouw Dobbelsteen. We moeten morgen om 7 uur al op Schiphol zijn. Oh jee. Nou, goede reis dan maar, hè? Ja, bedankt, mevrouw Dobbelsteen. Voor alles. Oh, zegt het nou niet zo, hè? U bent toch zo weer terug? Ik hoop het wel. Nou, sterkte dan maar, hè? En het beste met uw moeder. Dag. Dag, mevrouw Dobbelsteen. Zeg, ik kan jou morgen niet wegbrengen, hoor, John. Want je bent er niet morgen. Waar blijft die rechercheur nou? Ik wil hier weg. Oh ja, ik vind het hier anders dolgezellig. Maak er maar weer een geintje van, Koos Dobbelsteen. De schande. Wat nou schande? Ik heb toch niks gedaan? Nee, maar dat je zo'n stomme boerendinges bent, dat je erin trapt. Dat je erin trapt. Wat is dat nou voor ons? In iedereen zijn er zo'n ingetrapt. Ja. Een oude vrouw bij een kapotte auto, die laat je toch niet staan? Wat zit u, meneer? Iedereen zou er toch zijn ingetrapt? Oh ja, het is een oude truc. Ja. Je gaat staan wachten bij een open motorkap, je doet een beetje zielig. En er is er altijd wel een of andere stomme boeren... dingers die erin trapt. Koos! Koos, die vrouw die staat met pech! Stop nou! Ja, ik ben een besodemieterd. Nou, ja, zeg. Zo ken ik je weer. Stomme boerendinges.